In het stadion van FC Zwolle werden de jaarlijkse voetbaltrainersprijzen uitgereikt. Eerste prijs, stimuleringsprijs voor de jeugdopleiding van amateurvoetbal. Er zijn 4 genomineerden. En ik ga ze even oplezen. RKVVM uit Margraten, SV Urk, VV De Meren en VV Meerburg uit Zoeterwoude. Mag ik die onder applaus naar voren vragen, alsjeblieft? Ja, wie moet hem nou winnen, hè? Ik ga even voor jullie langs. Daar hebben we natuurlijk een uitreiker voor. Naar voren wil ik graag vragen, hij is manager bij de KNVB. Piet Hubers, wat is nou precies het criterium om sowieso genomineerd te worden voor deze prijs? Heel belangrijk dat je als club, maar dat geldt voor iedere vereniging, in ieder geval een goede visie op voetballen hebt. En dat die visie, als het gaat om de jeugdopleiding, ook een goede plek heeft in je club. En dat die goed geborgd is. Dat je inderdaad je ontwikkelt als club in niet alleen een ledenaantal, maar ook in de kwaliteit van je coaches. Dat je inderdaad ook belang acht aan bijvoorbeeld sportiviteit en respect. Dat zijn wel hele belangrijke elementen waar deze clubs zich in elk geval al in hebben onderscheiden. We gaan kijken wie wint de stimuleringsprijs amateurvoetbal jeugdopleiding. Alsjeblieft. En dat is geworden voetbalvereniging De Meren. Bravo! Meneer Van Seumer, gefeliciteerd. Je krijgt eerst een prijs. Wat doet dit? Is dit echt een stimuleringsprijs? Ziet u dat ook zo? Jazeker. Ik ben ontzettend trots op mijn vereniging. De vereniging waar ik zelf gevoetbald heb. En ja, ik zie toch wel dat wij, zo zeg ik het vaak, als voetbalclubs de opvoeders van tegenwoordig zijn. En daar doen we bij De Meren alles aan. En het is een eervolle prijs. Als je amateurvoetbal hebt, dan heb je natuurlijk ook betaald voetbal. En dat is bij ons Feyenoord Excelsior, AZ en Ajax. Mag ik de vertegenwoordigers alsjeblieft naar voren vragen? Welkom. En toch gefeliciteerd alvast, hè? Is dat niet? Hallo. Dag Wim. Technisch manager van de KNVB is Mo Allag. Wacht, een applaus en hij gaat de prijs uitreiken. Wie wint hem dit jaar? Feyenoord Excelsior. Stanley Bracht en Cor Ardiaanse. Gaat hem wel missen zeker, hè? Ja, zeker. Ja. Hij heeft goed werk geleverd, dus we gaan hem zeker missen. Mag ik naar voren vragen? En dat zijn er 5. Marcel Groninger van Biekwik, Martin de Groot van ADO 20, Kees Bruining van VV Katwijk, Gerard de Nooyer kennen we natuurlijk ook nog, VV Goes en Leo Bekkers van VV Echt. Ja, ik vind dat is best een mooi ding. Dat vind ik ook. Ja. Alvast een beetje proficiat. Meneer Westen, zou u hier willen komen? Ik geef u de envelop. Amateurtrainer van het jaar. Marcel Groninger. Marcel Groninger van Biekwik. Proficiat. Voor de nominatie coaches betaald voetbal. Frank de Boer, Jan Wouters, Fred Rutte, Art Langere en Ronald Koeman. 5 toptrainers. U reikt wel vaker prijs uit, hè? Ja, ik ben tegenwoordig hoofdprijsuitreiker van Nederland geworden. Dit is wel een rijtje, meneer Van Gaal. Normaal gesproken is de winnaar is altijd de trainer van het jaar. Dat is in dit geval ook. Maar hij moest er wel 2,5 jaar op wachten. Frank de Boer. Ik mag u met enige trots meedelen, want we hebben ook een klein beetje een verleden samen. Dat de Rinus Michels Award voor de hele oeuvre, de hele carrière, toebedeeld is aan onze bondscoach Louis van Gaal. Frank, ik heb al gezegd, ik heb een verleden met Louis, zo'n 2,5 jaar bij Ajax. Jij hebt in de relatie speler-trainer, trouwens ik had ook een relatie met jou, als speler-trainer een langere geschiedenis met Louis. Wil jij de prijs overhandigen aan Louis van Gaal? Dankjewel. Ja, ik ben zeer vereerd om deze prijs uit te reiken. Ik denk dat die dik en dik verdiend is.
De persoon die hier staat voor, u, voor je, ik mag al je zeggen nu eindelijk een keer, niet meer u. Als, ja, die is gevormd denk ik als, als speler onder je, maar ook zeker de, als de huidige coach die ik nu ben. Dus nogmaals, als ik maar de helft van de prestatie die jij hebt verricht, daar ben ik al denk ik zeer content. Maar hij is zeer en zeer verdiend en hopelijk een fantastisch WK. Dank je wel. Ja, ik ben hier naartoe gekomen als hoofd prijsuitreiker van dit jaar eigenlijk. En eigenlijk had ik niet verwacht, alleen die juffrouw beneden toen ik mij moest inschrijven, die versprak zich. En die zei dus, u komt de oeuvreprijs ophalen. Ik zeg, nou, dat is een verrassing.